Hoi, leuk dat je kijkt. Het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe kapsel. En vandaag ga ik jullie laten zien hoe je dit kapsel zelf kunt namaken. Voor dit kapsel begin je met een watervalvlecht. En ik neem 3 plukjes op. Eén vlecht ze gewoon bovenhand, zoals een invlecht. En nu pak je een plukje weer van boven erbij. En laat je hem ook meteen weer vallen. Dat is even een beetje lastig. En tussendoor pak je een nieuwe pluk. En die gebruik je weer. En dat doe je steeds. Dus je pakt een nieuwe pluk van bovenaf. Die doe je erbij. Laat je meteen vallen. En ertussenin pak je weer een nieuwe pluk op. Ik zal ook even in de beschrijving een link zetten naar een video die ik maakte in december. Daarin leg ik de watervalvlecht even wat langzamer uit en zie je hem echt stap voor stap. Dus als je hem nog niet helemaal kent, kijk dan even naar die video. Dan ben je weer helemaal op de hoogte en dan kunnen we door met de rest van het kapsel. Nu zit de watervalvlecht erin en zoals je ziet heb ik hem vrij grof gedaan, expres, zodat je goed die plukken ziet. En we gaan de helft van deze plukken gaan we ook weer vlechten. En dan wordt het een beetje te veel gepriegel als je hele dunne plukjes neemt. Dus vandaar dat ze wat grover zijn. Ik ga nu om de pluk ga ik een vlecht maken, een gewone vlecht. En ik zorg ervoor dat de eerste pluk die hangt los. Anders heb je echt zo'n vlechtje in je gezicht, vind ik zelf niet zo mooi. Dus ik begin bij de tweede. En dat wordt, nou ja, gewoon een normale vlecht. En ik ga er ook niet te veel spanning op zetten dat het niet zo'n hele stijve vlecht wordt. Hij moet een beetje wat flexibeler blijven. Anders dan krijg je echt zo'n hele stugge vlecht die niet mee wil in de rest van je haar. Dus gewoon zonder spanning invlechten. And I've been so caught up in my job. Didn't see what's going on, but now. Ik ga hem ook niet helemaal tot onderdoor vlechten, want we gaan krullen maken. En ik kies ervoor om die onderkant dan ook een beetje mee te krullen. Ik vind het ook niet zo mooi als die vlecht aan de onderkant echt mega dun wordt. Dus ik stop hem denk ik hier, dan heb ik dit nog over. En dan gaat er een elastiekje in. Ik heb nu gewoon de doorzichtige elastiekjes van de Action, maar ze kunnen ook van Zenner zijn, het maakt niet uit. Maar het belangrijke wel, vind ik, is dat ze doorzichtig zijn, dat is gewoon mooier. Ik laat hem gewoon zo zitten en dan doe ik de volgende dus weer niet en die daarna weer wel. And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that. En ik ga er nu weer voor zorgen dat ik weer op tijd stop. Het enige waar je op moet letten, je haar loopt natuurlijk meestal altijd schuin naar achter toe langer. Dus hoe dan ook, als je dan niet de vlecht gelijk krijgt, zeg maar, moet deze hoe dan ook langer zijn dan die ervoor zit. Dus ik ga hem gewoon even een beetje doorvlechten. Gewoon voor de zekerheid. Plus dat mijn haar hier ook wat dikker is. Dus ik heb ook een wat grovere vlecht. En ik vlecht hem gewoon even door. En dan vergelijk ik hem dus waar het elastiek zit. Ja, hier is het goed. Zie je, dan krijg je die diagonale lijn erin. Zorg ervoor dat die tweede nooit korter is. Dat ziet er gewoon echt heel goed uit. Nou, alle vlechtjes zitten erin. Om en om dus. Dus een pluk los en dan een pluk weer gevlochten. Dit laten we nog even zo, daar komt zo meteen een oplossing voor. Maar we gaan het eerst helemaal krullen. Ik ga stevige krullen maken en ik heb in dit geval de Evolution van Max Pro. Ik vond hem wel goed bij de achtergrond passen zo. En ik heb hem op 210 graden gezet, dus best gewoon wel warm. En ik ga hem echt per plukje doen, dus dunne plukjes. En ik zet hem erin, draai hem rond. En dan trek ik hem er heel langzaam doorheen, want ik wil echt een beetje zo'n heel... Ja, eigenlijk bijna een poppenkrulletje als het ware. Hij mag echt wel een beetje wat steviger. Zie je, ik trek hem heel langzaam door mijn haar heen. Ik hou hier de tang vast om hem mooi te begeleiden. Kijk, dit is exact de krul die ik wil. En dan moet je de vlecht natuurlijk even laten hangen weer. Dit doe ik even in tweeën. Ik heb in mijn watervalvlecht even allemaal lak gedaan, omdat dat natuurlijk een losse vlecht is. En anders ben ik heel bang dat ik hem los trek.
Ik doe expres eerst de vlecht en dan de krul, omdat ik de krul heel mooi in plukjes wil laten hangen. Op het moment dat je gaat vlechten, trek je dat natuurlijk los en dan wordt het een wat warrige krul als het ware. Kan ook hoor, maar ik vind het leuker om het even zo te doen. Ik laat ze gewoon even afkoelen in de krul waarin ze nu zitten. Zometeen ga ik ze helemaal los trekken. Je moet eerst even geduld hebben dat hij echt even vastzet. En zo ga je gewoon al je haar doen. Al het losse ga je in de krul zetten. En zometeen dus ook even de plukken onder de vlecht. De losse uiteindes. Moet je alleen even heel goed opletten dat je niet elastiekje aanraakt. Dan smelt je die door je haar heen. Dat is niet helemaal de bedoeling. Dus ik blijf er altijd iets van weg. Dat je net even een beetje afstand houdt. Kijk, want hier is die. Ik hou hem ook even vast dat ik niet te veel mijn vlecht los trek bovenin. Hou ik hem er langzaam doorheen. Kijk zo, dat is de bedoeling. En zo ga je heel je haar doen. Nou, al mijn haar is nu gekruld. Ik ga nu eerst beginnen met even de achterkant vast te zetten, zodat we de speldjes kunnen wegwerken. En wat ik ga doen, ik laat de vlechten laat ik natuurlijk hangen. Maar ik pak net even het losse haar op. Dus hier bijvoorbeeld een stukje. En die ga ik gewoon een beetje rommelig vaststeken. En ik pak ook hier een losse pluk op. En ook die pak ik even zo ertussen. En steek ik vast. Nou, en zo is het af. Ik zal het even aan jullie laten zien. Hold me hard, Amelia. I'm seeing the pain, seeing the pleasure. Nobody but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up. Nou, dit was het weer. Ik hoop dat jullie dit kapsel leuk vonden. Hebben jullie nou een idee voor een nieuw kapsel? Laat vooral even weten. Reageer onder deze video. En mocht je hem nou zelf hebben uitgeprobeerd, dan zie ik graag jullie foto's. Jullie kunnen deze sturen via Facebook of jullie kunnen me even taggen op Instagram. Ik zie ze heel erg graag. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. Ik zie jullie volgende week vrijdag weer met een nieuw kapsel. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken en tot snel. Doeg!